gaan we terug in de tijd met Marie Bos en Jo van Berlo. Waarom? Deze mensen zijn jaren terug geëmigreerd naar Canada. En wij willen wel eens graag het een en het ander over hen weten. Ze zijn nu terug in Nederland voor een kleine vakantie. Marie, ik heb begrepen dat je 80 jaar waard. Ja, daar ben ik. Over een paar weken dan is 81, dus. Ja. Ja. Dus dat is een hele leeftijd. En jij woonde vroeger op het Ouwveld? Ja, daar woonden we. Dan daar hebben we een dairy, een melkveebedrijf. En ik ben begonnen met 9 koeien. En toen we weggingen had ik er 60. Dus toen hebben we de hele spul verkocht. En op een eind aan boer gegaan in Canada. In Erp hebben we 13,5 jaar geboerd. Oh. Ja, en toen zijn we vertrokken. Oké. Maar gaat hier in Erp ook hobby's of activiteiten? Ik verzamelde oude tractors en we hebben Erp 19 toen hebben we bij ons gestart op de farm. En dat hebben we 2 keer gedaan en is het 3 keer geweest. En toen zijn wij weggegaan en toen is het nog 1 jaar langer geweest en toen was het afgelopen. Maar de show is een internationale show geworden. Ik ben mee in bestuur geweest van de Boerenbond een tijd ook. Ik weet niet hoe lang. En toen leerde jij in Erp een mooi meidje kennen en die heette Ons Joke. Ja, dat klopt. Maar dat was al een paar jaar eerder. Ja, dus. Ja. En we hebben 3 kinderen gekregen, ons Marianne, Geert en Mark. Die zijn in 2,5 jaar tijd geboren, dus wel even vlug, hè. Maar, zo ging het vroeger. Ja, maar toen was de pil ook al te verkrijgen. Ja, ja. Ja, dus en ja, ik was dus lid van de KVO. Ik heb altijd mee gesport in Erp met de KPJ en KVO vond ik ook mooi, was mooi programma's. Ja. En ja, op de boerderij werken. Ja. En bloemen is altijd mijn, heb ik altijd heel graag gedaan. En dan komt er een moment en dan gaan we bedenken, we hebben het hier wel gezien in Erp. Van wie ging dat initiatief uit? Ik denk van allebei. We hebben een trip gemaakt in 1979. Ja, ja, ja. En we hadden vrienden, Harry Vissers, die waren geëmigreerd. Die en ik had familie in Ontario. En daar zijn we naartoe geweest met de bedoeling gewoon om op vakantie te gaan en zo. Ja. En we zijn er een maand geweest ongeveer. En we hebben across de country gevlogen en rondgekeken en we leken het zoveel dat we al aan het rondkeken waren voor farms en zo. De real estate mannen die ruiken dat denk ik. Ja. Zo. En toen hebben we hier alles verkocht in 1980. In de 2e oktober zijn we vertrokken naar Canada. Dus, ja. En je wilde daar ook echt gaan boeren, ook ja, weg. Ja, daar waren we weggegaan, dus met de bedoeling hem te farmen. Dus, ja, ja. Ja. En was het moeilijk in het begin ook om daar te starten, maar ook de taal, want... En, maar ja, als je dan in Canada komt, dan je durft het niet... Je moet wel. Je moet wel. En toen ging ik altijd met Mari mee. We hebben een maand bij Harry Vissers gewoond. Die had ons vooruit geholpen. Die had een extra huis. En ik ging wel altijd mee. Het was in de winter. We zijn in oktober weggegaan. En naar dealers, tractors kijken en alles. En dan ging ik wel altijd mee. Hè. Dan luisterde. En de kinderen die leren meteen, want die gaan meteen naar school. Die leren het heel vlug. Ja, kinderen zijn daar snel in, hè? Ja,
Ja, die leren het heel vlug. En zo langzaamaan dan leer je dat wel. Mm-hmm. Ja, het moet gewoon, want er was geen andere mogelijkheid. Nee, precies. En waren jij ook op de Engelse les geweest, Marie? Ja, wij zijn een tijdje naar de Engelse les geweest met Harry Wissers en nog wie nog meer, ik weet al niet meer. Op een gegeven moment hebben we daar een boerderij kunnen kopen. We zijn naar Harry Wissers gegaan in Alberta. En daar hebben we een week of hoe lang gezeten? Een maand. Ja, en toen de Verlangvelden, die woonden in Manitoba en die kwamen van een boekhoudse weg en die zaten er al een anderhalf of twee jaar toen wij kwamen. Ook niet zo lang, die zijn in de lente gekomen. Piet en Jan Verlangveld, die woonden in Manitoba. En toen hebben we al een beetje contact opgenomen met die vader van Jan en toen zijn we... Toen we in Alberta woonden, zijn we naar Manitoba gegaan. Zei, laten we daar eens gaan kijken. En wij leken het beter in Manitoba. En toen hebben we daar... Om daar hadden we een speciale reden? In Alberta, in Zuid-Alberta, is alles heel kaal. Er staan geen bomen. Alleen rond de boerderij, daar zijn bomen geplant. En in Manitoba was veel meer bomen en ja, struiken en bos en... Ja, we leken het daar beter. Ook een aangenamer klimaat daar? Nee, dat niet. Maar de prijs van de grond ook, die was in Alberta heel duur. Want dan moet je alles berekenen. Irrigatie. En dat was ook heel duur. En de grondprijzen waren duurder. Ja. En toen kenden we de Van Langvelds. En die hebben ons ook geholpen in het begin. Zo mee overal rond gaan kijken. Naar boerderijen en ze doen, Maar dan heb je op een gegeven moment daar zo'n boerderij, maar de want jullie zeggen zo mooi, die herontschap daar, maar de afstanden daar, die zijn natuurlijk enorm veel verder als hier, hè? Als je dat vergelijkt met hier, dan is het een heel verschil. En er wenden toch tamelijk vlug aan. We wonen ook maar 38 kilometer, 40 kilometer van de stad af, waar we... Waar de bank is en de dealers zijn en al dat soort stuff. Zo, dat is een half uur rijden. Ja, dus je zit niet helemaal in de middle of nowhere. Ja, het was ook goed uitgevallen, want we zijn naar boerderijen we gekeken die wel 200 meter, kilometer van de stad af liggen en zo. En daar had je zozeer geen erg in. Achteraf dan hindsight noemen wij dat. Dan weet je allemaal wat je had moeten doen eigenlijk. Ja. Maar dat is goed zat uitgevallen. We hadden er onze tijd ook over gedaan. Dus, toen hebben we in Rapid City een farm gevonden. En dat was dan ver af van Vissers en Verlangveld en zo? Ja, Verlangveld die woonde in die woonde vlakbij. Hè. Ja, die was maar... En Vissers, die woont 1000 kilometer weg, dus dat is een heel eindje. Ja. Maar je leert gauw zat de mensen kennen en de farmer waar we van verkocht hadden, die hielp ons mee ons bekend te maken met de machines en hoeveel zaai ze hadden je moest hebben en al dat soort dingen. Dus, en tractorrijden, dat kende ik al toen ik doorkwam, dus... Ja. Daar viel wel mee. Zo. En had je daar alleen vee of hadden ook landbouw? We zijn begonnen in landbouw. En we groeiden mainly tarwe en gerst en koolzaad. Dat waren de drie stukken en je moet... Je wilde mee boeren? En die wilde ook koeien, dus die kocht 5 koeien en wij ook 5. En zo is het langzaam gegroeid. En toen zijn we helemaal overgeschakeld uiteindelijk met vee. Ja. Oké. En daar is ook nog een kindje geboren, want gaat er 3 meegenomen, maar er zijn er 4. Ja.
Vertel maar. Toen we emigreerden, hebben we alles meegenomen, including de kinderwagen. En dat was voor mij het sign dat er... Ja, zo, en zodoende hebben we de vierde bijgekregen. Ja, die neemt alleen maar mee als je nog plannen hebt, hè? Maar je had hier die hobby's van oude tractors, hè? Hoeveel hadden die? Ik denk dat ik er 17 of zo had. En nog wat stationaire motors en een klein stoommachientje. En toen ik emigreerde heb ik 3 tractors meegenomen. 4 stationaire motors en een stoommachientje. En dat heb ik door mijn verzameling weer uitgebreid. En we hebben een club. En er is een museum ongeveer 100 kilometer east van ons. En er is een museum en die houden er Treasuremen's Reunion Days. Dat betekent dat ze de dorsmachines, dat waren de meest important machines door. Ja. En door werkentanden doen ze ploegen en cultivatoren en... ze hebben oude ambachten en al dat soort dingen meer. Een 40 voet container. En die hebben helemaal vol gelooien. Van alles en nog wat. Behalve de leer, die waren ik vergeten. Die stond achter de schuurdeur toen we ze dichtmaakten. Dus anders waren die ook nog meegegaan. En die moesten zelf vol looien. En ik moest alles kon maken en dan kwam er een controleur kijken of dat goed gebeurd was. En ik kon dat ding inpakken. Kwam ze met een truck dat ding ophalen en dan ging naar Rotterdam. Naar de haven en dan op de boot. En dat duurde 10 dagen voordat hij in Canada was. Een petticoat, een grammofoon en een vriendje met.